Hoi, het is dag 3 op de His met de Water en vandaag ga ik jullie de leukste toys laten zien die hier te vinden zijn. Ik heb er 3 gevonden en die ga ik jullie laten zien. Kom maar mee. Ik loop nu naar de steiger met de leukste watersporttoys. Fietsen voor op het water. Seatfoil. En de jetboards. Hey, wat is dit voor prachtigs? Nou, dit is een jetboard. Ja? En, daar ligt dus een jet onder. Ja. En hierbovenin gaat de batterij. Wat ik om mijn enkel heb is de dodemansknop. Als ik afval, dan is het boord uit. Ja. En ik heb hier de controller. Als ik die indruk, dan ga ik vooruit als het goed is. En hij gaat al aan, dus volgens mij moet ik. Oh, dan moet je, dan moet je. Nou, ga maar gauw. Ik vermaak me alleen maar. En, ja. Dat verkoopt, want het is gewoon superleuk. Ja, het is echt heel leuk om te doen. Gaaf. Hey, dus, en je kan erop liggen en op je knieën en op staan. Klopt, inderdaad. Dus instap is liggen, dat is natuurlijk het makkelijkste. Ja. Je vasthouden aan een strep of hier of zelfs hier. Dit is wel een beetje ver voorop. Ja. En zo kun je steeds een stapje makkelijker of een stapje moeilijker. Ja. Dus liggen, dan op de knieën. Ja. En zodra jij je zeker voelt, kun je gaan staan. Ja, top. Dan is het echt top. Superleuk, dank je. Hey, wat een superleuke fietsen heb jij. Zeker. Kan je hier iets over vertellen? Absoluut, dat kan ik. Dit is een speciale waterfiets. De waterfiets 2.0. Ja. Oftewel, wij presenteren deze als een 6-in-1. Ja. Een fiets over het water op een ontspannen manier. Ja. Met kleren aan. Hij is heel stabiel. Je valt niet zo snel om. Ook met golven goed te doen. Ja. En het leuke van deze toy is dat je hem helemaal om kan bouwen tot een kajak, je kan er een tandem van maken, je kan er een e-scooter van maken. De mensen die niet zo sportief zijn, kan er een e-bike van maken. Kortom, voor elk wat wils. Leuk. Ja. Ik vind hem wel gaaf. Ik ga hem zo even proberen. Ja, goed. Leuk. Super tof. Patrick heeft ook deze e-bike. En dit is de Manta 5. Ook heel erg gaaf. Dit is echt een sportieve fiets voor op het water. En het is echt een behoorlijke workout. Deze kan 25 kilometer per uur. Yes. Hier komt een demo. Vliegen. Ga vliegen. 1 en 2. Woepie. Hier moet je dus flink doortrappen, want anders zinkt hij. Seatfoil. Dit is een eenpersoons bootje waar je in kunt zitten. En het is elektrisch en hij komt met snelheid komt uit het water. Hij vaart maximaal 20 km per uur. En bij 10 km per uur kom je al uit het water. En kun je vliegen over het water. Zover deze video over de watersporttoys van de Hiswa 2022. Ik hoop dat je de video weer leuk vond. En abonneer op mijn YouTube kanaal als je meer tips wilt en inspiratie voor geluk op het water. Tot de volgende video. Doei!